Een goed begrip hebben van de farmacotherapie maakt je straks ook een betere arts. At the student-run clinic, students are offered the opportunity to contribute to real-life healthcare in the area of medication safety. Students from different specialities work together, talking to patients, optimizing their medication regimens and tracking side effects. Vandaag komen oudere patiënten voor geheugenklachten en die krijgen een heel groot onderzoek, waaronder medicatiereview. En dan is het aan ons om met een interprofessionele team te bespreken van welke medicatie worden geslikt. En dan gaan we heel goed systematisch kijken naar of alles oké is. Het is goed om te zien wat je dus met elkaar voor een patiënt bereikt. De ene weet meer qua medische kennis, de andere weer qua medicijnkennis. Om dan nu zo samen te werken, merk je toch van, oh ja, zo kan dat ook en zo zit dat ook. En jullie kijken op deze manier ernaar, dat is eigenlijk heel leerzaam. Misschien moet ik dat ook gaan doen. In het zorglandschap van de toekomst zullen we veel meer in netwerken en teams werken. En het is voor die student heel erg interessant om te zien dat je eigen kennis heel snel vooruit gaat. Omdat je die eigen kennis ook heel makkelijk kunt bespreken met andere beroepsgroepen. Students can, for instance, work at the outpatient clinic, a general practitioner's, or the acute geriatric community hospital. Ik vind met name leuk dat je het zelf gaat doen en dat je uiteindelijk samen met de co-assistent ook tot een voorstel komt. En dat je dat ook gaat bespreken met de zaalarts. En de bedoeling is dan natuurlijk dat onze ideeën dan ook overgenomen worden. Dus je kunt daadwerkelijk ook iets toevoegen voor die patiënt. Het belangrijkste van de studentenpoli is dat onze studenten al kennis maken met andere zorgprofessionals rondom de patiëntenzorg in een authentieke leersituatie met echte patiënten. Maar in die zin toch ook weer in een veilige context met begeleiding en supervisie. Daardoor is het de beste leeromgeving om voorbereid te worden op hun zelfstandigheid na de opleiding. Het is natuurlijk veel echter dan de casuïstieken die je oefent in de lessen, omdat het om een echte patiënt gaat. This project is entirely organized by student coordinators and supervised by doctors and teachers. Ik denk dat als studentenpoli dat wij best wel laagdrempelig hele belangrijke zorg leveren. Wij hebben echt heel veel tijd voor patiënten. En we bieden dus een diepgang en een controle van patiënten die anders niet kan worden gegeven. Het medicatiebeleid gaat echt leven doordat er eigenlijk bij elke patiënt even stilgestaan wordt van wat moet er veranderd worden of niet. Dus het geeft bewustzijn voor alle dokters die daar in de zaal zitten. En er wordt even extra alleen maar gelet op de medicatie. En dat is denk ik goed. En over en weer leren we van elkaar. Alle medicijnen die ik bij de studentenpoli voorbij heb zien komen zitten nog steeds in mijn hoofd. En elke keer als ik zo'n medicijn zie, denk ik, dit heb ik geleerd bij de studentenpoli. Curious about the possibilities of what the student-run clinic has to offer? Get in touch now.